Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 20 augustus. Na de buien van gisteravond is het vanochtend op de meeste plaatsen droog en zijn er ook perioden met zon. Geleidelijk aan neemt wel vanmiddag de stapelbewolking toe en kunnen er enkele buien tot ontwikkeling gaan komen. Aan het eind van de ochtend kan dat eigenlijk al bij temperaturen die dan zo rond de 17 of 18 graden liggen. Verder trekt de wind aan en wordt matig tot krachtig uit het zuidwesten, mogelijk wel hard langs de kust vanmiddag. En dat is windkracht 7. De temperaturen lopen dan vanmiddag verder op naar zo'n 21 tot 24 graden. Vanmiddag dus kans op een enkele bui, ook vanavond is dat het geval. De temperatuur ligt dan rond de 20 graden. De wind die zwakt tijdelijk iets af. Vannacht neemt de buienkans vanuit het westen toe en morgen is het echt wat wisselvalliger. Er vallen dan diverse buien en er is ook kans op onweer. Temperatuur ligt een stuk lager dan vandaag. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden. Maandag is ook nog een iets wat wisselvallige dag met een paar buien en temperaturen zo tussen de 20 en de 23 graden. En vanaf dinsdag komt dan de zomer terug. Temperatuur loopt op naar 23 tot 26 graden. En woensdag kan het mogelijk tropisch warm worden in het zuiden van het land. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.